Leeuwerikpootjes worden ook wel gevallen steken of verlaagde steken genoemd. Niet te verwarren met verlengde steken. Dat is weer heel iets anders. Wat je eigenlijk doet is lager insteken dan je gewend bent. In dit geval steek ik één rij lager in. Normaal gesproken zou ik dus, als ik nu een normale vaste zou haken, steek ik in de bovenkant van de steek onder het veetje langs. Maar in plaats van daarin te steken, steek ik één rij lager in. Dat kan dus recht onder de steek zijn, maar dat kan ook schuin zijn. Ik kan er ook voor kiezen om één steek naar rechts of één steek naar links in te steken. Wanneer zo'n steek in een patroon wordt gebruikt, wordt dat duidelijk aangegeven. Dus of je naar beneden moet insteken of schuin of meerdere rijen naar beneden, dat kan natuurlijk ook. In dit geval is het één rij naar beneden. Gaatjes zijn eigenlijk heel duidelijk te zien, hè? Dus je ziet eigenlijk meteen waar je moet insteken. Werkdraad blijft aan de achterkant, draad ophalen. De lus iets langer trekken, dus je zorgt dat je haaknaald bovenop je haakwerk terechtkomt. En dan pas de steek afmaken. Nog een keer insteken, aan de achterkant omslaan, doorhalen. Steek afmaken. Leeuwerikpootjes worden dus meestal gemaakt in haakwerk met vaste. Ik zal nog even laten zien hoe je dus lager kunt insteken. Even een paar gewone vaste. Dan zal ik voor de volgende steek lager insteken. Volg ik even de steken met mijn vingers. Ik kan dus zelfs helemaal hier naar beneden. Hele lange lus optrekken. Totdat mijn haaknaald bovenop het haakwerk ligt. En dan pas de steek afmaken. Dus op deze manier kan het ook. Met deze steek kun je hele leuke kleureffecten bereiken. Vooral wanneer je ze in groepjes bij elkaar gebruikt en steeds herhaalt, geeft dat een heel leuk effect. Haken in rijen of toeren met verschillende kleuren. De leeuwerikpootjes zijn dan heel goed zichtbaar. Deze steek geeft ook extra stevigheid aan je haakwerk. Omdat je over de vorige steken heen haakt, wordt de stof dikker. Voor een proeflapje gebruik je 2 of meer kleuren. Start met 25 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Steek in de tweede losse vanaf de naald en maak een vaste. En een vaste in alle andere lossen. Zo krijg je in totaal 24 vasten. Aan het einde van rij 1 heb je dus 24 vasten. Dan maak je 1 keer lossen en dan keer je het werk om. Dan haak je in iedere steek 1 vaste. Dus weer een hele rij vasten terug.
Aan het einde van rij 2 hecht je de draad helemaal af. En dan gaan we wisselen van kleur. Keer het werk om. En in de eerste steek de nieuwe kleur aanhechten. In de eerste steek een vaste, in de tweede steek een vaste, in de derde steek een vaste en in de volgende steek gaan we het eerste leeuwerikpootje maken. In dit geval ga ik insteken in de steek recht onder de steek die ik nu eigenlijk moet maken, dus je kunt duidelijk zien waar ik de volgende vaste zou moeten maken, dat is hier. Het eerste volgende veetje. Maar in plaats van dat ik daar ga insteken, ga ik recht daaronder in de vorige rij insteken. En ook daar kun je duidelijk het gaatje zien van de steek die daar rechtonder zit. Daar steek ik in, van voor naar achter. De werkdraad blijft gewoon aan de achterkant. Omslaan, doorhalen. En dan trek je de draad iets langer, zodat je haaknaald bovenop je haakwerk terechtkomt. En dan maak je de vaste af zoals altijd. Dus opnieuw omslaan en door twee lussen halen. Ik zal het nog een keer laten zien. Deze zal ik iets strakker aantrekken. Ik krijg een mooie strakke steek. Insteken in de steek recht onder. Iets langere lus maken, omslaan, doorhalen. En dat ga ik bij de volgende steek ook nog een keer doen. En op die manier krijg je twee leeuwerikpootjes naast elkaar. Dan ga ik in de volgende steken weer gewoon vaste maken. 6 stuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan in de volgende steek weer een leeuwerikpootje. Dat is 7 en de volgende ook. Dat is 8. Het zijn herhalingen van 8 steken. Dan weer 6 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan weer 2. Leeuwerikpootjes. En op de laatste 3 steken een gewone vaste. 1, 2, 3. Dan weer een keer lossen, omkeren. En in de volgende rij op iedere steek een vaste. En dan weer afhechten.
omkeren en een nieuwe kleur aanhechten in de eerste steek. Een vaste in de eerste steek, een vaste in de volgende steek en een vaste in de volgende. Dus drie gewone vasten. En dan zie je dat we daar in de vorige in de rij voor de vorige rij, dus twee rijen terug, hebben we daar leeuwerikpootjes gemaakt. En boven diezelfde leeuwerikpootjes gaan we dat nu weer doen. En dat betekent dat we over deze rij van vaste heen gaan steken, zodat ze recht boven deze pootjes komen. Ook in dit geval kun je weer heel goed zien waar je dan moet insteken, want normaal gesproken zou je hier insteken, het gaatje van de vaste. En nu gaan we dus één gaatje lager insteken en dan kom je eigenlijk recht boven het vorige leeuwerikpootje uit. En bij de volgende doen we dat ook. Trek dat niet te strak aan. Even laten zien wat er dan gebeurt. Dus wanneer je die lus niet lang genoeg trekt, dan krijg je dit. En dat is dus heel lelijk. Dus een lange lus trekken, zodat je haaknaald bovenop je haakwerk komt te liggen en dan pas de steek afmaken. Dan weer 6 gewone vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we weer diezelfde steken maken. Zes vaste. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en de laatste 3. Een keer lossen. En een vaste op iedere steek. En op deze manier blijf je dus dezelfde twee rijen herhalen.